Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik ga je weer lekker meenemen door de laatste vakantieweek alweer. Kinderen zijn vanochtend veilig weer aangekomen bij. Ze zijn 3 weken gewoon weg geweest. Ze zijn met de camper naar Friesland geweest, hartstikke leuk. En ze zijn er dan wel afgelopen vrijdag bij geweest voor mijn verjaardag. Dus even wat throwback footage geven. Wij vinden dat alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hieper de piep, hoera! Hieper de piep, Logan! Hieper de piep, hoera! Logan al 30 keer. Uitblazen. Ik heb wensen. Zo! Wie er een keer? Yay! Wij gaan taart eten. Maar nu zijn ze dus voor de hele week weer lekker terug. Hi! In ieder geval van maandag tot met vrijdag, want vrijdag is het weekend van hun vader. En daarna begint natuurlijk ook school. Dus het is wel goed als ze weer even een paar dagen daar zijn. Dag Edom. En buiten. Goed zo, Ben. Dus ja, vandaag is het maandag 16 augustus of zo. En we hebben gewoon een relaxed dagje en we gaan niet heel veel doen. Want ik heb net de afgelopen 3 weken heel veel gewerkt. En als ik niet heb gewerkt, dan was ik op een kraamfeest, een verjaardagsfeest. Noem maar op, het was altijd wel iets dat we moesten doen. Dus ik ga even een beetje proberen mijn huishouden op orde te brengen en even te relaxen. En mijn betalingen te doen. Want in ieder geval zorgen dat ik betaald ga krijgen. Want het is weer eens zover. Ik heb 3 facturen weer gestuurd naar die grootste zorgorganisatie. En er is er weer maar 1 betaald. De kleinste. En ik heb vanochtend al 5 mailtjes gestuurd. Met de vraag, ik heb maar 1 factuur betaald gekregen. En meestal doe je alles tegelijk. In 1 betaling. Dus dit maakt mij zorgen. Gezien de afgelopen paar maanden alles is fout gegaan erbij. Toen kreeg ik van, ja, maar alle facturen zijn verwerkt. Dat snap ik. Maar ik wil dus weten waarom die andere facturen niet betaald zijn. Toen moest ik naar de uitbetalingenafdeling. Die zei van, nee, we hebben alles betaald. En er waren wel een aantal facturen die niet klopten. Maar dan moet je bij je bemiddelingsbureau wezen. Ik heb mijn bemiddelingsbureau gebeld. Wilde het erop. Die wisten van niks. Dus ik ben teruggekoppeld van, joh, laat het dan weten aan het bemiddelingsbureau. Want dan kan ik mee aan de slag. Ik heb de facturen nagekeken. Ik kan niet. Dus ik weet het nu niet meer, maar ik word er ontzettend moedeloos van. Want het gaat weer om 1500 euro of zo, wat ze gewoon weigeren te betalen zonder duidelijk regel. Ja, maar deze factuur, deze route, die heb je niet goed ingevuld. Dus ik ben behoorlijk gepresteerd. Je dacht, je gaat wel lekker in je hut lezen. Nee, je moet eens kijken hoe goed ik het heb voorbereid. Twee. Ik heb ook... Ik heb een beetje spullen, dan moet ik ook klaar gezet. Dan moet ik ook niet voor. Mag ik nu tijd? Nee, je moet even een paar hoofdstukken lezen, dat weet je. Ik was even, na 3 weken ben je een beetje voor van vergeten hoeveel aandacht kinderen precies vragen. Het is even heftig. Maar ik vind het ook weer heel erg gezellig. Wow! Gezellig. Wat hebben we net gedaan?
Wat kan je dit uitzoeken? Het brood omdat het goed, dat hebben we vorig jaar op kozerskanaal.nl bekeken. En dan kan je van die Maple lunchboxjes met en drinkflessen bestellen met hun eigen naam. En dan kunnen ze zelf met de kleuren en dan heeft een plaatje erbij. Dus dat hebben we gedaan. Brooke heeft weer gewoon roze. Want en Logan heeft nu groen in plaats van rood. Maar de broodrond van vorig jaar, die, als je die iedere dag gebruikt, dan houden ze die. Ga je niet heel netjes. In ieder geval, je houdt ze wel redelijk netjes. Maar het knopje waarmee de deksel open moest, was bij allebei op een gegeven moment afgebroken. Echt 2 maanden voor die of zo. Dus die hebben we nu even opnieuw besteld. Kijk of het dit jaar beter gaat. En de drinkflessen, maar ik vind het gewoon leuk dat daar hun naam op staat. Dan kan het ook niet kwijt of wat dan ook. Dus dat is ook toppie. Dat hebben we gedaan. En Brooke heeft een schooltas uitgezocht, even in bol.com. Want ook die was bij haar stuk. Nou, als ze die sowieso pas halverwege het jaar kregen. Ik geloof van Lobbes of zo. Of toen het, omdat ik ook met kerst of met Sinterklaas knutselwerkjes wil bestellen. En ja, dat was, ten eerste was die tas een beetje aan de kleine kant. En de tweede wou ik hem van binnen op een gegeven moment wassen. Omdat de buitenkant kon je zo af doen met een doekje. Maar de binnenkant had een beker gelekt. En die wou ik dus achter binnenste buiten heb ik hem in de wasmachine gedaan. En toen ging de voering stuk. En nou is helemaal, ik denk, de broodrommel past er dan niet fatsoenlijk in. Dus nu hebben we een maatje groter besteld. En dan ook weer met unicorns. Want hè, stel je voor, het is goed, ik moet allemaal op tijd binnen. Want volgende week, eerste helft van volgende week, zijn ze toch bij hun vader op school. Dus daar hoef ik het nog niet voor te zorgen. Dus dat is wel chill. Ga even aan de was kijken en eigenlijk sporten. Want hun willen toch heel graag chillen eigenlijk. Hun hebben helemaal een chill dag. Dus dan kan ik even sporten en even gezond zijn. Dat is ook weer nodig. Overigens is dat voor Logan en Brooke heel normaal, dat als ze terugkomen van hun vader, zeker als ze daar wat langer zijn geweest, dan hebben ze altijd een relaxed dag nodig om echt even bij te komen. Het is altijd heel erg go, 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 go en continu op elkaar lip. En gaan we nu heel hoog doen. Zo hé, met je plakkertje. Zie je? Ja. Pas op, dus. Wat jij? Ik kan ook dit. Oep, oep. En dat ik ging heel hoog gooien. Ik ga kijken of je op dit wacht. Pas maar wel op bij de televisie. Nou had ik het toch bijna weer, hè. Mijn was ging nog steeds helemaal achter het speelhuisje op. En ik zag de lucht donker worden. En ik dacht, oh, ik moet eigenlijk nog mijn cool down doen. En ik ben mij maar snel even naar buiten gaan. En ik ben echt net binnen met mijn was. En ik ga het weer doen. Gelukkig ging deze pup ook minder binnen na. Ja. Maar gisteren toen het zo ging stortregen, was je nat, hè. Je was gewoon buiten blijven zitten na. In je hokje. Ja, beter hè, zo te vloeren. Ja. Ik ben die lekkerste maar. Het is dinsdag, het is al 10:30. We zijn echt laat van start gegaan. Ondanks dat in ieder geval Brooke, die was echt wel om 6:15 wakker. Die is even bij mij gelegen, toen zei ik, ik wil nog even op je iPad kijken, want ik was echt nog doodmoe. Ik had gisteravond super veel hoofdpijn, dus ik ben echt als een boeg in slaap gevallen. Maar het was niet helemaal overvanochtend. Maar we hebben net ontbeten en ze hebben alle verfspullen gepakt. Onder het mom van mama, wij willen verven. Dus ik ga zo even een canvas opzoeken. En dan ga ik hier de boel maar verder opruimen, want ondertussen is het weer een chaos. Vaak is het nog uitgeruimd worden, er moet gewoon was opgevouwen worden. Vanmiddag heb ik weer zwemles. Ik dacht eigenlijk net van, god, zullen we wat gaan doen, maar zullen we dus verven. Dus hou het daar maar eventjes op, denk ik. Vanaf morgen gaat het om naar mijn moeder toe, dus dan zijn we er ook uit. In ieder geval denk ik dat we ook een beetje toe zijn aan wat relaxen. Overigens heb ik ook een update over de facturen. Ik heb in alle vroegte blijkbaar een mailtje gehad van het bemiddelingsbureau naar de organisatie van, joh, er zijn 2 facturen die betaald, kunnen jullie ons vertellen waarom? Wat ze niet aan mij wouden doen. En toen kreeg ik een heel net mailtje terug, waar ik in cc stond van de salarisadministratie had ze goedgekeurd, de betalingsadministratie had ze goedgekeurd, wat het verschil is, weet ik ook niet. En de teamleider had ze zelfs goedgekeurd, maar in het systeem stond er een verkeerde boeking bij en daardoor zijn ze niet meegegaan, maar ze worden wel deze week betaald. Dus nou, let ik hopelijk op. Dus wat goed is, komt het gaat wel deze week binnen, wat ontzettend fijn zou zijn. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane.
Wat is dat? Een bal. Hoe komt hij daar? It finally happened, hè? Nadat mama al 1000 keer had gezegd, je moet hem niet te hoog gooien, dat hij niet meer erbij kan. En zeker niet tegen het raam vlakbij mijn televisie. It finally happened. Ik kan er nog niet bij. Welkom. Alsjeblieft. Boink. Wat hoor ik dan in? Zo, dankjewel. Sorry, tegen je mat. Ja, ook sorry dat je tegen mijn raam gooit. Dat is op zich wel goed hoor. Zo nice. De postbode is net langs geweest. Maar ik weet bijna zeker dat deze voor Brooke is. Misschien moet Brooke even hierheen komen. Brookje. Deze is voor jou. Ja, maar maak maar eens open. Ik heb mijn jasje. Oké, nu even. Trekken. Ja, trekken. Oh, die zijn ook nog wel vrij klein. Is die groot genoeg, denk je? Denk ik niet. Zullen we eens even kijken? Oh, bye. Het is vandaag woensdagmorgen, het is al 10:30. Woensdag weg. Wij gaan lekker naar oma Karin toe, hè? Ja. Ja, mag ik ook vloggen bij oma Karin? Ik heb hem nog niet leeg gehad, die van jou, maar je mag van mijn mama de camera. Maar goed, anywho. Ik ben dus vanochtend bezig geweest om de spullen te pakken. En dat moet ik terwijl er 2 aapjes heel veel rondjes rennen op mij. Ja. Goed, zou jij nog even een proefplasje doen voor het weggaan? Goed, zo, jij kan je in de auto zitten. Dat viel niet mee. Want ik had bedacht, dat doe ik vanochtend eventjes. Want mijn moeder die moest als goed is om 2:30 werken. Dus hoefde het toch niet voor de lunch te zijn. En dan appte ze vanochtend, ik ben toch eerder klaar, komen jullie dan eerder? Dat ik, ja, dat is leuk. Maar wat niet leuk is, is dat je dan alsnog, blijft een heleboel dingen moet inpakken terwijl kinderen rondjes hier rennen. We gaan naar oma toe. Ze hebben allebei een hele tas vol met speelgoed, want ik zeker weet dat ze die niet gaan gebruiken, want oma heeft ook speelgoed. En oma heeft een zwembad en het wordt vandaag 27 en morgen 30 graden, dus ik geloof dat we het echt nodig gaan hebben. Maar dan rennen ze zo doorheen en een beetje begrepen niet meer wat ze wel of wat ze niet hebben gepakt. Maar geloof van alles hebben. Ik kwam maar een plasje uit. Nou, maar dat geeft niet, alle kleine beetjes helpen. Nu ben jij. Ja, nu mag ik, godzijdank, want ik moet het wel heel nodig. En dan gaan we weg. Wat wil je? Ja, ik ga echt niet meer de hele auto wassen, schatje, dus jammer dan. Kom goed, doe me niet aan te. Dus ik wil natuurlijk ook gelijk een beetje het huis semi netjes achterlaten voor Pascal, want die is hier wel gewoon de komende paar dagen lekker thuis. Eerst uppie. Ik zag het wel zo deur dat het het meest rommel is. Maar ik denk, hier is allemaal niks gebeurd. Wil je even mee meenemen? Dat is dan goed. Ik ben gewoon buiten adem ervan. Ik heb het gewoon warm. Dan moest je onder uitgelaten worden. Die zit dan lekker in de scheur. Dan loop je kinderen natuurlijk weer mee, want dat vinden ze leuk. En dan gaat hij rond helemaal enthousiast om en doet hij geen plasje. Zou hij ook niet plassen? Ja. Ik vergeet altijd van tevoren hoeveel, maar niet hoeveel werk is, maar hoeveel stress het geeft. Het is niet veel werk. Ik bedoel, een paar onderbroeken, een paar shirtjes, zijn kleding. That's it. Maar toch, het is altijd eventjes, ik denk,
vergeet ik de tandenborstels niet. Haarspullen, zonnebrandcrème, deodorant. Nu moest ik ook mijn lens meenemen en spullen voor mijn beugel. En, maar ja, anyway, het is ons als goed is allemaal gelukt. En wat er niet mee is, kunnen we opstoppen. Dus we gaan lekker de reis naar mijn moeder toe maken. Hallo! Oma is nog boven! Een elektrische wekker. Met de E. Met de E. Ja. Ja. Ik heb een Nee, dat vind ik. Jouw elektrische wekker geeft ook lichtloon. Oh ja, elektrische wekker. En dan begint met de E. Ik zei het als eerste. Het staat zelf op camera. Jammer joh. Doe maar nog eens een keer draaien. Leg de blazer maar kijk maar onderop. Doe maar eens even. Nu wordt het een moeilijke, hoop ik. F. Yes. F. F van fiets. Wat kan groeien met de letter F? Frambozen. Fruit. Fruit. Jij nou eerst. Fleur kan ook groeien. Fleurtje. Nee. Wel, Fleur groeit ook nog. Wordt heel geruimd, Fleur. Ja. Frambozen? Ja, die had ik al. Ik weet echt niet. Moet ik aan? Nu wil ik een makkelijke, die alleen jongens kunnen. De thee. Iets loopt op het van hout. Iets van hout met letter thuis. Dat moet ook eens overdraaien. Iets met de letter T van hout. Tafel. Ja. Tafel. Een tafel. Oeh. Goed zo. De jongen staat voor. Wat, dat is echt.
Ben ik van jou een borstje mee? Nog een keertje. Niet daar, nu ga ik kijken. Kijk zo. En nog een keertje. Maar, Bas. Goedemorgen, welkom bij deze donderdagmorgen. Oeh, great. Het is net 9 uur. Mama, hier komt het water uit. Wat zeg je, schat? Hier komt het water uit. Lekker. Mama, het lukt niet zo goed. En mijn kinderen liggen al in het zwembad. Wat lukt niet? Maar moet je wel ingaan? Ik was er eigenlijk nog niet van plan. Ik vind het nog een klein beetje vroeg om te zwemmen. Mama, hier ga ik weer helemaal alleen naar het zwembad. Zonder iets de top aan te leggen. Echt waar? Nee, echt. Maar je doet het wel een beetje gek. Je doet het een beetje alsof je een hondje bent en niet zoals je op zwemles hebt geleerd. Doe eens lange armen, lange benen maken. Kan je dat nog? Maar dan moet ik... Oh, ik ga eerst op het... Oh, wat is dat? Heel zwaar. Ja, oma komt je zo helpen. Goed zo. Dat ziet er al beter uit. Maar goed, zoals we dus al zei, het is net 9 uur en mijn kinderen liggen al in het zwembad. Dat is nogal vroeg, vind ik. Maar goed, anywho. We hebben goed geslapen. We waren niet dat druk om 6:15 op naast me lag. En toen uiteindelijk gelukkig wel weer in slaap viel, want ze lag natuurlijk ook niet heel vroeg op bed. Ik dacht, dan is ze stronsagrijnig. En ze viel gelukkig weer in slaap, maar ze slaapt vrij luid blijkbaar. Het is trouwens een decafé, maar het voelt voor mij gewoon alsof ik het nodig heb. Vandaag staat er al een klein beetje meer op de planning. Ik geloof dat we zo even naar de kringloopwinkel gingen. En omdat ze daar van die woordenboekjes hebben, die vinden de kinderen helemaal leuk. En kunnen ze kijken wat ze misschien wat anders leuk zien. En vanmiddag geven ze nog 28 graden af. Dus ik denk dat het vooral heel veel zwemmen wordt. En dan geloof ik dat we vanavond heel eventjes van de koopavond gebruik gaan maken. In ieder geval mijn moeder en ik. Dan blijven de kinderen hier. Bij opa Hans. Die let dan even op. Waarschijnlijk. Mijn kinderen kunnen dat wel. Ze geeft zijn iPad erop. Komt wel goed. En dan gaan we even kijken als ze bij de H&M en de Primark en de. Wat er nog meer dat mijn moeder zei. Als ze wel kijken. Nog iets. Omdat we kunnen slagen voor een outfitje of zo voor die kinderen of wat dan ook. En that's about it. Het is gewoon lekker een relaxed dagje voor de boek, denk ik. Koud. Leg maar op tafel, hè? Ik ga haar niet. Oké. Ja? Oh, kijk nou weer voor goed. Lekker aan. Wat zijn dit? Onderbroeken. Heb je deze uit? Ja, frozen sokken. Oh, die is zo lekker zo. Lekker, hè? En wat zijn het? Weet je wat ik het leukste vind? Papa Big onderbroeken. Ik vind deze leuk. Welke maat het oma eigenlijk? Ik ben deze leuk. En een mooie jurk. Ik toch dat sexy niet voor broeken. Nee, dat zou ik niet. Nee, je moeder wou het sexy. Ik heb er nog meer adres dan voor je moeder. En een hele mooie, heel mooi badpak, hè? Ja, pas je met mooi badpak. Met vibes. Kan ik die niet aan als ik ga zingen? Ja. En dan gaan we deze uit. Dan moet even de roze. Ik ga baby. Mag ik morgen deze sokken aan? En dit? Voor mij wel, hè? No, wacht. Ik ben opgestaan. Heerlijk, een mooie taart erbij. Dat zijn keertjes. Ja, lekker, kutkeertjes.
Ik hou ervan. En wat staat erin? Goed hè? Ik heb een ijzeren wafelspeeltje. Echt waar? Kan je dat al? Lieve oma, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Precies bij mij zijn leuk. Dankjewel. Een taartje eten. Dit is wel het leven, hè? Zo. Een ochtendduik. En dan kom je eruit en dan ga je lekker taartje eten. Nou, taartje er weer in. Daar is oma. Hint, hint. Okay. Wel echt de lijf, hè? Ja. Het is 3:15 en we zijn eindelijk thuis. Het was druk onderweg. Ik rijd natuurlijk eigenlijk altijd op het moment dat iedereen naar Zeeland komt richting mijn moeder en dan net andersom. Maar ik had even vergeten dat op vrijdagmiddag een heleboel mensen naar Zeeland brengen. Het is slecht. En ik zie dat er een pakketje binnen is. Voor ons. Poppelepoppelee. Daar hebben we zin aan. Wil je even kijken? Ik wil openmaken. Ja, maar we moeten even openmaken. Hoe moet je dat maken? Maar ik moet zo de mesje doen. Ik zal een mesje pakken. Klaar. Wat zou het zijn? Ik zie een roze stukje. Wat zou het zijn? Ik heb een roze. In een roze mesje. Wat zou het zijn? En ik moet verder openmaken. Deze. Mama, een boterhammel van mij. Een boterhammel van mij. Kijk! Die is mooi geworden. En een beker. Hij zal wel draaien. Dit is bijna dezelfde, mama. Maar alleen dit is niet hetzelfde. Dit was al. Kijk eens, Brooke heeft haar eigen broodrommel versierd. Ik moet helemaal om. En die heb je zelf uitgekozen en een beker ook. En een beker. Hoe moet je wat maken? Oh, zo. Ik kan zeggen, anders gaat dat lipje weer kapot. En dat was vorig jaar ook, hè? Waarom? Ook maken dan. Oh, ook een vorkje bij ons mak. Als je fruit. Je kan wel fruit in doen, mama. Wil je daar fruit in doen? Ja hoor. Dat is volgende week uit je weer naar school gaat.